Hallo allemaal en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag heb ik een super grote unboxing video voor jullie. Of ja, het is niet super groot, maar wel een heel leuke unboxing video voor jullie. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb opgenomen. Dus vandaag ga ik een nieuwe video opnemen en waarschijnlijk nog ene. Zodat er zeker weer leuke video's aankomen. Maar ik ben dus gaan shoppen in de ochtend. En ik heb twee hele leuke tassen vol gekocht. Of ja, die zijn niet allemaal heel vol, maar twee tassen. En dan liggen er nog een paar spotjes op de grond, wat ik ook heb gekocht. Maar allereerst heb ik dus dit hele leuke krullenbakje gekocht. Kijk, het is echt heel mooi. En dat is ook niet zo heel duur. Met allemaal glaskralen, want die hebben dus... Van buiten zo zijn die zo doorzichtig en van binnen heb die kleur. Echt heel mooi. En zulke kralen had ik nog niet, dus vandaar. Dan heb ik een zak chips gekocht. Want ik heb twee vriendinnen die jarig zijn. En ik ben van plan voor de ene een heel leuk adventkalender te maken. Want dan kan ze die gebruiken voor adventkalender. En de andere, voor de andere wil ik gewoon een doos pakken. Met allemaal leuke spulletjes erin. En ze zei dat ze heel graag chips eet van de merk Lay's. Dus... heb ik hier een heel zak chips gekocht. Ik hoop dat ze het lekker vindt. Anders zou het wel jammer zijn. Dan heb ik ook een chips voor mezelf gekocht. Want waarom niet? En dat zijn deze heel lekkere beertjes. Dus ik heb die al opgedaan. Die zijn super super lekker. En je hebt ook een paprika smaak. Maar ik vind deze smaak het lekkerst. En dan zitten er nog drie dingetjes in deze zak. Van de New Yorker. Ik heb ook drie topjes gekocht. Want ze lagen op mijn zolder. Alle zomer... kleren liggen nu echt zo'n zolder. Voor heel goedkoop. Want kijk hè. Ik heb ook foto's waar ik deze topjes aan heb. Dus die komen ook in beeld zelfs. Maar allereerst heb ik zo dit groen topje. Zo licht pastel groen. Limoengroen. Dit hele schattige topje. Met één schouder. En nu kostte die 1 euro. En de oorspronkelijke prijs is 6 euro. Dus eigenlijk een koopje. En die is al een paar keer afgeprijsd geweest. Dus 1 euro voor het topje betaald. Echt geen geld. Dan heb ik dit topje. Die vond ik ook echt heel leuk. En je kan die zo dragen, maar je kan ook zo zonder schouders dragen. En laatst had ik zo'n topje gezien in de winkel. Alleen toen was er zo'n te lange rij, dus ging ik die niet kopen. En nu lag die ook in de zolder. Dus waarom niet? En deze kostte 3 euro volgens mij. Ja, 3 euro. En oorspronkelijk kostte die 13 euro. Dus echt een kopje, weer al. En dan staat er dit topje. Of ja, t-shirtje. En die is wel doorzichtig. Maar als je er zo'n zwart topje onderaan zou doen, zou dit echt perfect passen. En deze kost ook maar 3 euro. En eerst kostte die 8 euro. Dus voor deze drie topjes heb ik maar 7 euro betaald. Dat is echt niks. Deze hele leuke jumpsuit had ik ook gepast. Want ik vond die echt prachtig. Alleen, ik zoek geen feestkleren meer, dus heb ik hem helaas niet gekocht. En deze twee leuke topjes heb ik ook aangedaan, want ze zagen er ook heel leuk uit. Alleen, ja, dat is iets wat ik niet snel zou dragen, dus heb ik het ook niet gekocht. Dan heb ik hier van alles in zitten. En heb ik een hele zak vol met chips gekocht van het merk Haribo en Maomi. Hier zitten 38 zakjes in. Of snoepjes. En dit wil ik dus in de adventkalender doen bij een paar dagen. En dan bij andere dagen make-up producten en zo die dingetjes. Dus heb ik deze zak gekocht. En die is echt zwaar. Er is echt heel veel in. Dan heb ik poriënstrips gekocht. Want dit helpt echt heel goed tegen de poriën. Twee kralenpakketjes. En ja, dit lag tussen de kinderafdeling. Maar ik vond de hartjes echt super leuk. De hartjes en dan die vierkantige kralen zijn ook wel leuk. Dus heb ik er zo twee gekocht. Marshmallows. Ja, het wordt terug winter en ik drink heel graag warme chocomelk. En dit kan zeker niet ontbreken, vind ik. Het is zo lekker en dan maakt uw warme chocomelk veel lekkerder. Het is allemaal mini marshmallowtjes. Dan oortjes, want ik heb oortjes nodig voor school. En mijn vorige oortjes zijn nu al kapot. Dat kabeltje is kapot gebroken, dus echt jammer. En deze zijn metaal roze. Echt heel mooi. Ik hoop dat die het wel langer volhouden dan die andere. Dan heb ik
make-up remover. En dat zijn zo'n doekjes en die gebruik ik altijd, want deze werkt echt heel goed. En die kost volgens mij ook maar 80 cent of zo. Als voorlaatste glowende darkringen. Heel schattig, dacht ik. En die wil ik ook in die adventkalender doen. En ik denk dat ik die twee cadeautjes in een volgende video ga maken. Of misschien in deze, ik weet het nog niet. En dus deze glowende darkringen. En dan als laatste heb ik vaseline gekocht. Ook voor in de adventkalender. Dus gewoon vaseline voor op je lipjes. Dus dit zijn alle producten die ik heb gekocht. Het zijn er heel wat. En ik heb ook nog shampoo gekocht. Maar die ligt niet in mijn kamer. Die ligt in de badkamer. Dus dit is alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Ik wil vervolgens ook proberen langere video's te maken. Maar ik moet kijken bij mijn opslagruimte. Want die doet echt raar soms. Dus hopelijk vonden jullie deze video heel leuk. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!